Ja, de workshop is heel goed gegaan. Er was uh, veel interesse. Heel leuk om te zien veel jongeren uh, die geïnteresseerd zijn om uh, geiten of schapen te gaan houden. Of die al um, geiten of schapen houden en gewoon hun kennis willen verbeteren. Dus dat is, was heel positief, heel veel aanvraag. Uh, natuurlijk konden we niet iedereen een plek geven gezien de afstand die we moesten bewaren door, die, door COVID. Uh, dus we zullen meerdere van deze cursussen geven. Dus uiteindelijk heel positief. Het is zeker niet makkelijk. Het is natuurlijk, als je iets goed wil doen, dan moet je er bovenop zetten. Dus je moet ze binnen op je trein houden in plaats van ze gewoon in de knoek, in de natuur te laten rondlopen. Want een dier wat je voor zijn vlees kweekt, moet ook niet te veel lopen. Want hij moet lekker vet worden natuurlijk. In zo kort mogelijke tijd. Dat is efficiëntie. Maar als je je beesten ook gesloten houdt, heb je beter zicht op ze. Je kunt zien of ze gezond zijn, of ze goed eten. En dat is ook heel belangrijk. Belangrijk om een goede productie te krijgen. Verder moet je natuurlijk zorgen dat de beesten niet te oud worden. We zeggen feitelijk dat je na een, een lammetje moet slachten niet ouder dan zeven maanden, dan heb je maalsvlees. Uh, waar je een goede prijs voor kunt krijgen. Na zeven maanden gaat het dier meer eten dan het eigenlijk in vlees oplevert, dus dan ben je geld aan het weggooien. Dus allemaal van die kleine tips uh, die in de workshops naar voren gekomen zijn. Natuurlijk ook uh, de gezondheid van het dier. Hoe zie je wat een goed dier is, wat is een ziek dier? Hoe eet hij? Wat voor voer moet hij hebben? Uh, dus allemaal belangrijke aspecten om een goede um, kweek op te zetten. Om er geld mee te verdienen en uiteindelijk om kwaliteitsvlees te kunnen leveren aan de restaurants. Want die willen natuurlijk iedere week dezelfde kwaliteit vlees ontvangen. En dat kun je alleen door het heel goed gemanaged te doen. En daar willen wij naartoe. Ja. Um, uh, Wordt er um, met deze um, workshop een vervolgworkshop een vervolg gedaan? Ja, ja, dus dit was de eerste keer. Er was veel aanvraag. Dus we gaan sowieso door om dezelfde workshops uh, te halen. Maar we gaan natuurlijk ook verder om de volgende workshops met nieuwe tips en nieuwe ideeën ook te gaan organiseren. Uh, we hebben gebruik gemaakt van uh, de heer Berben uit uh, Aruba. Hij was vroeger directeur op LVV. Bijna 10 jaar. Dus hij kent de lokale situatie. Hij kent veel van de lokale boeren. Dus dat is zeker een voordeel. Maar hij is ook uh, um, heel enthousiast over de teelt van geiten en schapen. Dus hij kan heel veel kennis overdragen. Dus we werken met hem. Maar we zullen in de toekomst natuurlijk andere specialisten zoeken die de lokale mensen verder kunnen helpen met hun teelt.